Ja, de Boy Edgar Big Band met Summertime, gezongen door Nelly Vreda. Zo, en veel mensen die, Nelly, die kon daar wel wat van. Die kon goed zingen. Veel mensen die kennen haar van de laatste jaren. Ja. Kennen, ik zeg alleen maar Ma Vlodder, hè? Haar dochter kan ook heel goed zingen. Ja, Miranda, dochter, hè? Ja. Heb je wel eens gehoord, ja. Ja, klopt. Ja. Maar ze was trots op. Ze was een zeer verdienstelijke zangeres. En ze speelde natuurlijk heel veel in musicals en toneelstukken. Ja. En ook de laatste jaren maakte ze wel eens een keer een film of een kleine sketch. Ja. En Boy Edgar, ik begreep dat jullie die ook goed kenden. Ja, Boy Edgar. Ik heb hem het meest goed gekend, maar jij ging altijd mee. We gingen altijd op stap. Dan gingen we ook bij het Leidseplein in de buurt. Vroeger had je Incognito bij de Leidstraat, dus daar gingen we heen. En ik ben ook veel met hem in Zandvoort geweest, waar hij toen een eigen flat had. Ik ging heel goed met hem om. Leuk, maar ja, ik had natuurlijk een ander leven, dus ja. Mm-hmm. Maar ik was wel heel goed bevriend met hem. Leuk, en ik heb nog jazzplaten van hem. Ja. En hij zei ook, moet je jazzzangeres worden? Maar ik denk, hé, waar heeft hij het nou over? Maar dat wou hij echt doen, hoor. Oh, bijzonder. Ja, dat wou hij wel doen. Ja. Nou ja, daar had ik toen... Maar jij luisterde niet. Maar hij was, ik sweep de alle kanten op. Maar goed, in ieder geval... was een hele mooie tijd met Boy Edgar. Hij was ook dokter. Oh, dat wist ik niet. Ja. Hele bekende, goede dokter was het. Hey. Het was ook een hele sympathieke man. Heel leuk. Ja bijzonder. Ja. En ik zag jullie recent nog op een terras in Amsterdam. Ja. Met, ik geloof, jullie nieuwe boek en Nelly Vreda. Ja. Die hebben jullie ook al veel meegemaakt. Ja, en want ze woont nu in de Jordaan. Ja. In het tehuis, ja. En Nee, want het ging ook wel met hem naar het tuinhuisje, hè? Ja, het tuinhuisje had ze toen. Geweldig. Ja, nu helaas niet meer natuurlijk. Nee. En we gaan binnenkort toch weer eens even kijken hoe het met er is. Maar we hebben toen ook in de... Daar is ook een filmpje van op YouTube. Daar zitten we met Nelly in de café vlakbij waar ze nu woont. Oh ja, dat is heel in leuk, de Jordaan. Ja. Dus, dat heb ik geloof ik ook gezien. Ja, en we zijn daar ook wel geweest, ja. Nee, wij konden wel goed met Nelly opschieten, dus dat kan was wel wat. Hadden moeten weten, we met z'n allen kunnen zingen. Ja. Boy Edgar, huppakee, hoogste lied. Ja, ik vind het wel een innemende vrouw. Ja. Zeker weten. Ja, heel leuk. Ja, nee, absoluut. Ja, jullie vertelden al van Amsterdam nu en van vroeger. En het valt me op, jullie nemen alles heel positief en... We zien alles met humor, maar er waren ook wel eens hele rauwe tijden bij. En heel, toch wel nare dingen ook, hè? Ja, natuurlijk. Maar dan probeer je altijd een goede draai in te geven. En dat hebben we meegekregen als kind in de oorlog. Mm-hmm. Je moest altijd, die mensen moesten toch ook door? Ja? Dus wij moesten altijd door. Je moet dan proberen iets van te maken. En ik herinner ons moeder altijd. Die ging altijd, hoe rottig het was, ging ze toch lachen. De humor ervan inzien. Ja. Ja, en dat ze het weer gered hadden. Zoiets was dat. Ja, in de oorlog, ja. Als de sirene ging, bedoel je toch? Ja, meerdere dingen. Ja, meerdere dingen. Maar later ook, natuurlijk. Het zijn niet allemaal cadeautjes. Nee, absoluut niet. Want ik begreep ook dat er nog wel heel wat ophef was... rondom het illegale casino van jullie vader. Ja. Ja, dat... toen woonden we nog in West. Oh. En dat heette de Eureka Club. Ja. En dat is net als vroeger. Dat werd toegestaan door de overheid. Dus ze hadden alle papieren. En al het geld ingestoken, Allemaal onder elkaar met compagnon. Geld erin gestoken. En in ene mocht het niet. Nee, waar zijn de casinos nou van? Van de staat. Ja. Dus als jij wat wou, dan werd het aan banden gelegd in ene. En toen werden ze allemaal... toen werd het casino gesloten... Hmm. Nou, en mijn moeder heen en weer met hoedjes en dit en dat. Toen hebben ze gelukkig nog heel veel geld kunnen redden. Van al hun eigen geld, hun eigen inzet. Dat was niet van de overheid. Nee, die jatten het gewoon. Hmm. Zo moet je dat zien, ja. Ja, en dat doen ze nog. Ja, dat doen ze nog elke dag. Ja. We worden iedere dag bestolen. Ja. Alle mensen. Jammer, jammer. Sorry maar dat goed. Ik het zeg, maar dat is zo. Nee, maar het is wel waar. Ja. Het is gewoon de waarheid. En er wordt je steeds zand in je ogen gestrooid. Ja, dat zou kunnen. Met een hoop dingen, Klaas vaak. Ja. Ja, en
Ik vond het zo interessant. Maar ja, dat moet je ook verweren als kind. Ja. Dan krijg je vriendjes en vriendinnetjes. Ja. En dan gaan ze erop aanspreken. Nou, daar waren we wel tegen opgewassen. Dus je wordt gehard door het leven. Vandaar ook met in de business dat je keihard... Je bent als kind keihard gemaakt. Ja. En je maakt er het beste van. Dat was eigenlijk. Hè, dat ja, natuurlijk. In al jullie verhalen zit dat. Ja. Van, er waren wel eens moeilijke dingen bij, maar je gaf er een... Draai aan met wat lichtheid en humor en veel spel. Ja, we wilden vrolijk zijn. Wij wilden gewoon zelf leven. En niet zoals hun anderen alles veroordelen. En dan hebben ze hebben uiteindelijk... Ze denken dat ze beter zijn. Maar ze hebben geen grijntje lol. Hmm. Ze hebben geen grijntje fantasie. Ze hebben geen grijntje gein. Dat hebben ze niet. Nou, en dat wordt het ook een zuur leven voor die mensen. Dat is maar saai. Ja, heel saai, ja. 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 Nou, jullie leven is verre van saai geweest en nog lang niet saai. Nee, we zijn nog niet uitgeleefd. Jullie bruisen van de energie. Oh, ja, gelukkig wel. En jullie hebben weer een nieuw boek geschreven, Zo groen als gras. Ja. Maar ook uit eerdere boeken staan hele levendige verhalen. Soms ook een beetje bizarre belevenissen. Ja, er zijn er nog wel meer. Dus, ze schrijven het zelf, maar er is nog zo, we zitten vaak ook dan te lachen. Er komt er weer een verhaal erboven. Even aantekening, maar we kunnen nog zoveel schrijven. Maar ja, en alles, je kan het niet allemaal aan ander geven. Nee. Want dan gaan ze er misschien mee vandoor. Dus er komen nog wel wat boeken aan, denk ik. Ja, ik hoop het wel, bij tijd en wijlen. Ja, en we hebben natuurlijk... op de heel veel natuurlijk meegemaakt. Want je hebt het over mevrouw Bossard. Je hebt ook heel veel bijgestaan. Want ik had een vriendin vroeger. En dat... die had een kind. En vroeger waren de vrouwen... als ze in het leven zaten... en er werden baby's geboren... dan mochten die kinderen maar 6 weken... bij de moeders blijven. Oh, ja. En toen woonden zij op het bordeel... boven natuurlijk. En toen moest dat kind weg... Hmm. En dat werd dan gecontroleerd. En toen is dat jongetje is naar Nichtenveen gegaan. En dat heeft zij de pers. Ze betaalde zelf ervoor. Yes. Maar ze werd ziek. En toen hebben de meiden allemaal geholpen onder elkaar om dat door te betalen. Maar daar is misbruik van gemaakt, helaas. Toen heeft die vrouw, die was zo egoïstisch... die wilde dat kind naar de toe trekken, dat jongetje. Hmm. Want ze was idolaat. Want het was van een vrouw uit het leven... En toen is het zo in elkaar gezet... dat zij geld heeft aangevraagd. Hmm. Weet je, van de overheid. Dus toen kreeg ze meer, die vrouw. Is ook smerig. Maar goed, een hoop vrouwen... mijn kinderen zijn ook tijdelijk ergens anders geweest een paar jaar. Maar ik betaalde wel gewoon voor hun onderhoud, dat is toch logisch? Ja. Moet je thuis ook doen, dat is toch normaal? Absoluut. Maar haar kind hebben ze toen afgepakt. En dat, maar toen heb... dat is natuurlijk een hel geweest. Hebben al die meiden druk gemaakt. Maar dan moet je toch zo'n vrouw bijstaan natuurlijk. Ja, en toen heb ik Legers Heils ook nog veel gedaan. En voor mij ook. Want ik kreeg ook last. Toen met mevrouw Boshart, die heb ook haar steentje bijgedragen... dat mijn kinderen gewoon daar bij die pleeggezin mocht blijven. Mm. Nou, dus dat was het Legers Heils. Ja, heel goed werk. Dus dat was steun. Ja. Zou jullie nog een paar verhalen willen delen uit jullie avonturenbundels? Ja. Ik las hier over de fluiter. De fluiter. De vlierenfluiter. De vlierenfluiter, dat was de wijkagent, noemden wij de fluiter. Oh ja? Oh god, Nou ja. Die fluiter, dat was wel leuk. Want hij maakt altijd ruzie. Ja, maar je mocht niet buiten staan vroeger dan. Of je mocht niet aanslaan. Maar dan kwam hij fluitend aan. Dus dan, als er iemand voorbij liep... dan wist je dat ik kwam. Dus dan sloeg je niet aan. Zo was het toch, Loes? Ja, maar bij hem is het een beetje... Nou ja, hij doet maar. Fluit hij nog steeds? Ja, nee, is nou uitgefloten, hoor. Waar staat het? Wacht even. Weet je het er wel uit je hoofd? Jawel, ik ken de verhalen natuurlijk. Hij kan goed fluiten, hij kon altijd goed fluiten. Oh, daar komt hij aan. Dus iedereen zei, als er wat gebeurde op straat... nou, of weet ik veel wat ze flikten... dan kwam hij eraan. Dan waren ze verdwenen, toch? Ik vind ook wel een leuke, de stille omgang. Nou, iedereen kent de stille omgang. Dat is met katholieke achtergrond. Ja. Hè, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
En ik noemde het de stille om met alle meiden. De stille omgang en de geile lullenloop. Ja, die liepen daar maar rond, weet je wel. Nou, maar het was geweldig. Het was iets geweldigs op die wallen. Mysterieus. Ja. Voor ons ook. En die liepen gewoon maar door tot 's morgens vroeg. Nou ja, die gingen dan daar naar ons lieveren op zolder. Hè. Mm-hmm. Zaterdagmiddag. Ik had eerst wat boodschappen gedaan. Op naar de Albert Kuip. Lekker verse soepgroenten en snel weer naar huis. Op de centuurbaan. Mijn boodschappen opgeborgen en mijn spullen om te pezen gepakt. En toen hopsakee in de tram naar het hoerenhuis. Een lekkere wandeling en ik kon beginnen. Goedemiddag. Hé, meiden, blijven jullie vandaag ook allemaal wat langer door pezen? Pezen, weet je wel wat het is? Pezen? Werken. Dus, ja, precies. Ja, pezen, even uit. Dat was humorig. Nou, het wordt tijd dat ik er even in uit ga pezen. Moet goed mijn best doen. Hmm. Ja, want je moet er wel wat aan doen. Het gaat niet vanzelf. Oké. Okay. Ja. Hé, meiden, blijven jullie vandaag ook allemaal wat langer doorpezen? Hoezo, Loes? Als ik jullie was, zou ik maar een gros kapotjes gaan halen, want het is vandaag de tweede zaterdag in maart en dan is het stille omgang. Wij kochten vroeger gewoon een gros. Condooms. Ja. Je kan ze maar hebben. Ja, je kan niet verlegen. Maar vroeger waren ze... Nou, tegenwoordig doen ze dat niet meer. Nee, zijn ze te gierig? Wij wel, hoor. Huppakee. Vroeger liepen ze langs de deur. Ja. Met die grossen. Ja. Ja. Wie maakt me los? Ja, wie maakt me los? Ja, maar geef mij nog maar een groot. Ja. Niet de schillerman of... Nee, maar omdat het niet nodig was. Die hadden er tenminste joegen van, die begrepen het. Ja. Maar tegenwoordig begrijpen ze niks meer van die overheid. Maar goed, in ieder geval, dan herdenken de katholieken het mirakel van Amsterdam van 100 jaar geleden. En loopt er een hele stoet fanatieke gelovigen over de wallen. De processie begint op de Heilige Weg, dan naar het Spui. De Nieuwe Dijk op, de Warmoestraat door, naar de Nes. En dan de ouderzijds Voorburgwal op. Langs de meisjes in het rode licht, richting Oude Kerk. Daar gaan ze naar binnen. Het zijn praktisch allemaal mannen, duizenden achter elkaar. Oh, dat was zo leuk, die hele stoet. En dan zag je zo lopen kijken. Oh, geweldig. En er sprong er een weer eruit en die geweldig. Ging lekker naar binnen. Ja, toen werd je besprongen. Kwam hij? Ja. Nee, maar vlug, het ging steeds weer een uit de rij. Het meeste was handwerk. Ja, dus handwerk. Handig genoeg, ja. Richting Oude Kerk. Daar gaan ze naar binnen. Het zijn praktisch allemaal mannen. Duizenden achter elkaar. Dat klopt, Loes. Vorig jaar ben ik ook langer blijven pezen. En heb goed mijn zakken gevuld. Nou, Alida, dan zijn we er klaar voor. Het was druilerige dag met af en toe motregen. Toch was het al vrij druk in de buurt. Zeg, Loes, Martine is laat vandaag. Klopt. Ze moet nog even op verjaarsvisite. Ze zal zo wel komen. Op dat moment reed een taxi voor en daar werd Greet uitgezet met veel herrie en cascadones door die mafkees van een pooier van der. Hij zat naast de taxichauffeur. Greet riep, die Greet, blonde Greet, ja. Greet riep hem na dat hij niet meer terug hoefde te komen en gooide met een harde klap de deur van de taxi dicht. Hallo meiden, hoe gaat het hier? Prima. Wat had jij nou met die Richard van je? Ja, die zuipschuit. Heb het weer op zijn heupen. Nou, ik heb er voorlopig schoon genoeg van. Die slappe ouwe hoer van een kerel. Bekijk het even. Geef mijn portie maar een fikkie. Vinden wij ook, hoor. Riepen ze met z'n allen in koor. Nou, Greet, hier geen mannen tekort vanavond. Het is stille omgang vandaag. Oh, vandaar die drukte in de stad. Het was al aardig donker geworden en ik zat op mijn stoel voor het raam. Alida stond buiten voor de deur en Greet was zich aan het omkleden. Wie hadden we daar? Ons Petertje. Dag Marie, mag ik doorlopen? Tuurlijk Peter. En hij liep snel vooruit naar mijn kamer. Ik mijn stoel uit. Peter had zich helemaal uitgekleed en hield zijn handen achter zijn rug. Hij vroeg, welke hand wil je hebben Marie? Geef ze me allebei maar. Dat ken niet, zei Petertje snibbig. Ik lachte me rot. Nou, vooruit. Geef mij maar je rechterhand vandaag. Alsjeblieft, Marie. Het pakje was mooi ingepakt. Ik maakte het open en er zat een heerlijk flesje 4711 in. Van Boldood.
Nou, Peter, daar ben ik heel blij mee. Ik haalde de dop eraf en schudde lekker met de oude klonje in het rond. Petertje zei, o Marie, wat ruikt je weer lekker vandaag. En ik heet Peter en ik ruik steeds beter. Maar nu, Marie, word ik supergeil als ik je zo zie. Nou, wat let je, Marie is wel in voor een pretje. Peter deed overdreven goed zijn best. En ik zei, jij kende wat van, je maakt een wip als de beste. Ja, ja, riep Petertje, nu kom ik klaar voor het laatste en de... Die 47-11 stank is het beste. En Petertje lag uitgeblust. Ik gaf hem een glaasje water. Hij schoot snel in zijn kleren en was weer het mannetje. Nou, ik ga weer. Bedankt en tot ziens. Dag Peter, 47-11. Ik ruimde mijn kamer op. Wat stonk het nog? Even buiten, de buitendeur opengooien. Om die 47-11 lucht weg te krijgen. Nou, ik vind het daar wel stond lekker. Martine al met Ali daar te praten. Zo, ben je er al, Tien? Ja, ik heb al ingeruimd ook. Mooi zo. Heb je genoeg kapotjes? Ja, lotjes zonder kapotje, dat kan natuurlijk niet. Alida heb het me al uitgelegd. Het was al bijna middernacht. Daar zagen we de hele stoet beginnen. Het hield maar niet op met al die mannen. Hele drommen achter elkaar. Ik kon het goed zien vanaf mijn stoel, achter het raam. Ik zat natuurlijk op een troontje, hè. Af en toe liep er een groepje de rij uit en verdween naar de meisjes in het rode licht. Opeens hadden we allemaal volk. We gingen achter elkaar, even met elkaar praten, was ze voorlopig niet bij. Ik had Tines net uitgelaten en zat weer op mijn peestroontje aan de overkant van de gracht, bleef de stoet maar komen. Het viel me op dat ze langzamer gingen lopen. En ja hoor, daar ontsnapte weer een groepje mannen. Ze hadden het licht gezien, het rode licht. Hijgend kwamen ze aan bij de hoerenkast. De beide Hansen deed het woord. Mogen we met jullie geile wieven mee? Jawel, kom maar even binnen. De andere geile wieven komen zo. Dus wij gaven ze meteen een lik op het stuk natuurlijk. Daar kwam Greet al. Ze liet een klant uit, zo loes. Een kwartetje met die mannen. Wat dacht je zelf? Zoek er maar één uit. Greet nam Joep mee naar de kamer. De andere twee meiden kwamen er ook aan. Dus iedereen was weer bezet. O jee. Ik nam Gerry mee. Zo Ger, ben je de hele dag al in Amsterdam? Ja Marie, we zijn vanmiddag aangekomen met een grote tourbus uit Overijssel voor de stille omgang in de grote stad Amsterdam. Is het de eerste keer dat je meeloopt? Nee, dit is de derde keer dat ik de processie loop met mijn vrienden. We leven er helemaal naartoe met z'n allen. Hoe bestaat het, hè? Maar het is zo'n geweldige processie met al die mannen. Het is een echte traditie in onze familie en een geloofsovertuiging. Nou, we vonden het wel spannend, hoor. Heel stiekem uit de rij glippen en naar de meisjes gaan. Ik heb er wel zin in gekregen. Mijn jongen staat te steigeren. Kom maar gauw hier. Daar weet ik wel raad mee. Gerry sprong op het bed en riep, geil wief, kom hier. Hij hield van stoeien. Dus ik dook op hem af en nam hem in de houtgreep. Hij delfde het onderspit en riep, Marie, heb genade met me. Genade, toch, genade. En ras kwam Gerry klaar. Zo, Marie, dat lucht op, dan ga ik maar. Bedankt en tot de volgend jaar. De andere meiden waren ook weer vrij en dronken koffie. Loes, jij ook een bakkie? Graag. Die geile lullen processie liep nog behoorlijk door. Willen jullie nog even meiden? Lullen genoeg. Nee, ik hou het voor gezien. Volgend jaar misschien. Dat was hem. Nou. Zo. Ja. Nou. Dat is niet echt, lullig, hè? Dat is niet echt een hele stille omgang. Nee, dat constant opletten. Ja, was weer een heel mooi verhaal dit. Ja. Dus ja, jullie... maar dat is geweldig. Dat zijn die dagen dat dan in de buurt daar wordt naartoe geleefd. En dat is mooi. En al die meiden waren paraat. Dat is toch geweldig? Ja, en jullie hebben dus, begreep ik ook, meneer Pastoor wel binnengehand. Ja, natuurlijk. De kapelaan. Niks mis mee. De hele kerk. De hele kerk. Alle kerken. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, daar vandaan is het maar een kleine... En zondag zaten ze weer voorin op het bankje. Ja, maar dat gaat toch, hoort er toch ook bij? Ja, net als die stille omgang. Was niks mis mee. Alles gaat gewoon door. Ja. Alles gaat door. En daar vandaan is maar een kleine stap
naar het nummer Loop maar een straatje om. Ja. Oh, ja. Van Bram Biesterfeld en Johnny Jordaan. En het is, oh, ja. Johnny Jordaan is een neef van jullie toch ergens? Of van, in de familie? Ja, van familie. Wel familie. Ja. En Willy Alberti ook, van de Scanton. Ja. Ja. Nou, hier zijn ze. Bram Biesterfeld en Johnny Jordaan. Ja. Ja. Loop maar een straatje om, ga maar gauw naar de volgende deur. Loop maar een straatje om, want voor mij hoeft het echt niet meer. Altijd maar zanneke weet ik zo stom, dus loop maar een straatje om. Een mens moet wat vrolijker leven, geen sores kan tegen de gein. Probeer toch wat vreugde te geven, kom wees nou eens geen chagrijn. Loop maar een straatje om, met je bonje en met je gezeur. Loop maar een straatje om, ga maar gauw naar de volgende deur. Loop maar een straatje om, want voor mij hoeft het echt niet meer. Zanneke weet ik zo stom, dus loop maar een straatje om. Ik zal eens wat moppen vertellen, want de lachen dat kost je geen cent. Hou op met een ander te kwellen, de humor heb jij nooit gekend. Voor mij hoeft het echt niet meer. Altijd maar zanneke vind ik zo stom, dus loop maar een straatje om. Ja, dat hadden we even onbedoelde radiostilte. Ja, dat kan even pauze. Ja. Jullie nieuwe boek, Groen als Gras. Ja. Daar vertellen jullie over, voornamelijk over jullie jeugd. Jullie werk in de lampenkappenfabriek. Ja. En de aanloop naar het werk op de Wallen. Ja. Ja. En onder andere met verhalen Henry de Paashaas en het kleine kereltje. Ja. En welke... waren veel kleine kereltjes. Ja, en Frans, dat hebben we nog niet opgeschreven. Frans, we hadden ook een Franse leraar. Die ging ons Frans leren. We moeten nu eventjes aan de gang. Ik schrijf het even. Horen, de paashaas of het kleine kereltje, dat is ook wel leuk. Nou, wat je zelf het liefst vertelt. Even kijken, het kleine kereltje. Dat is... Frans leren. Oh, de trappen met het kleine kereltje, dat is wel leuk. En dan kan we altijd die andere nog doen. Ja, stuk. Ja. Nee, dat is goed. Moet ik al beginnen? Of... Ja hoor, begin maar. Graag. Nou, daar gaan we dan. Dit is in het nieuwe boek Zo Groen als Gras. Uit het rauwe leven van Wilde Paardenkop. Okay. Vanuit de hele wereld kwamen ze aanmeren. In de havens van Amsterdam. De schepen die te groot waren bleven aangemeerd. In de haven van IJmuiden. Maar de zeelui wisten de wallen en de lekkere wijven in de hoerenbuurten toch wel te vinden. Want het is natuurlijk in elke stad een ander schatje. Ze wilden op z'n tijd wel eens van Bill. Maar goed, ik voelde me kip lekker en na mijn middagdutje. Ik had een behoorlijk zitten daar straks. Ik zat tegen het lam Lazarus aan. Oh. Maar een stevige boterham en een goede kop koffie zorgen ervoor dat je wereld niet meer ronddraait voor je ogen. Dus ik was er weer klaar voor. En voelde me weer oude Wil. En daar ging de bel. Ik schrok me rot. Het leek wel brandalarm. En ik holde naar de deur. Trok hem snel open en ik zag Henny. Nou, ben jij het, Henny? Ik schrok met lapblazers. Oh, nee, Wil, alles oké. Okay. Ze stond beneden
in het trapportaaltje met een onogelijk mager mannetje. Terwijl Henny de trap opkwam, ging ik haar tegemoet naar beneden. En ik dacht, wat moet ze nou? Maar Henny legde meteen uit wat de bedoeling was en wat dat kleine mannetje wilde. En dat was een lekkere opsteken voor vanmiddag, want allebei onze knippen waren tot aan de bodem leeg. We gingen aan de slag. Beneden pakten we een touw, bonden dat onder de oksels van het mannetje en sjorden hem zo tree voor tree naar boven. Maar omdat hij tegenwerkte, was het een zware klus. En wij maar roepen van je hop, 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 kreng dat je er bent, omhoog jij. Ik zie het echt voor me. Ja, maar dat gebeurde ook. Nou, dat vond hij natuurlijk geweldig. En wij met trekken aan de waslijn. De striemen stonden in zijn handen. Maar ineens, toen we bijna boven waren, bleef hij stilstaan. Gaf een schreeuw van het klaarkomen en rende de trap af. Vanuit het portaaltje riep hij nog: bedankt, dames, het was me een waar genoegen. Ik heb ervan genoten. Tot de volgende keer. En met een klap gooide hij de deur dicht. En daar stonden we dan. Mooi, Henny. Dat is nog eens makkelijk verdienen. Heb je nog wat extra poen gegeven? Dat kleine hoerenbinkie. Nee, Wil, jij had toch al de poen van hem gekregen? Hoe kom je daar nou bij? Jij komt toch met hem aanzetten, aanzeilen en dan is het toch meteen betalen. Verdomme, we zijn genaaid met z'n tweeën. En we bescheurden ons van het lachen. Ik pieste bijna in mijn broek en we rolden bijna van de trap af. Henny pakte het touw van de grond. Nou, Wil, we hebben er een fijne waslijn aan overgehouden. Komt goed, kunnen we daar onze zeikbroeken aan ophangen. Wat een kalerenleier, die kerel. Nou, kalm aan maar, Wil. Laat ik hem niet tegenkomen op de dijk, dan is hij van mij. Zullen we er maar even een keiltje op gaan nemen? Zo gezegd, zo gedaan. Op de barkruk spoelden we de zeep het weg, maar de borrels moesten wel op de pof. Maar op de valreep kregen we allebei nog vaste klant uit de army. Onze Yankees. En met hun dollars waren we gered. De bar zat in een mum van tijd vol met Yankees. En we zwijmelden en deinden mee met de Amerikaanse love songs. Ons weekend kon niet meer stuk. Nou, dat was toch wat. In de Sint-Olofsteeg was dat. Oh ja. Daar heb Wil de laatste tijd heeft ze daar gewoond. Ja. Ja, dat is ook een hele leuke tijd. Nou, we hebben Wil veel ja? gekend. Ja. En ik heb nog Henny de Paashaas. Zullen we die nog na de muziek doen? Zo na de muziek, ja. Dan gaan we weer naar een echt Amsterdams nummer. Ja. Namelijk Mooi Amsterdam van Wim Sonneveld en Willy Alberti. Oh, kijk eens aan. Mooi. Ook een bekende van jullie. Ja. Ja. Ja, ik moet hem even klaarzetten. Mijn moeder ging hem altijd opzoeken. Ja. Want hij toen de platenzaak in Oostdorp. Disco Alberti, hè? Oh ja. Disco Alberti. Wat huizen en bomen en grachten en plein. Wat typische humor, een tikkeltje pijn. Amsterdam. Wat geinen en tranen, een hoop sentiment. Een hoempa orkest en een alpirement. Amsterdam. Een stad met capsules en af en toe zwoel. Maar één ding is zeker, een stad met gevoel. Amsterdam. Er is al met zoveel problemen getopt. En nergens werd ooit zoveel herrie geschopt. Maar steeds nog een stad waar het hart altijd klopt. Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. Er is nergens een stad op de wereld die zoveel kan geven. Amsterdam, Amsterdam. Er is nergens een stad waar je zoveel plezier kan beleven. Ik ken Londen, Parijs en Berlijn. Maar geen stad waar ik zo. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam is een woord dat je overal hoort. Amsterdam, mooi Amsterdam. Het
Een haven vol schepen, een pont en een kraan. Ontelbare mensen die komen en gaan Amsterdam. Een oude matras en een stoel in een gracht, waar iedere mogen maar stiekem om lacht. Amsterdam. Een tram afglijden, een oud carillon, een was die te droog hangt op een balkon. Amsterdam. De stad van de Dam en het Torbeckenplein, waar iedereen s'avonds uitbundig wil zijn. Waarvan je kunt zeggen, wat is het hier fijn. Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam. Er is nergens een stad op de wereld die zoveel kan geven. Amsterdam, Amsterdam. Er is nergens een stad waar je zoveel plezier kan beleven. Amsterdam is een woord dat je overal hoort. Amsterdam, mooi Amsterdam, mooi Amsterdam, mooi Amsterdam. Ja, daar zijn we weer. Mooi Amsterdam, ja. Wim Sonneveld en Willy Alberti. Nou, geweldig. En ik bedacht me nog, wat veel mensen niet weten, is dat jullie ook schilderen. Ja. En dat jullie het Fokkens Art hebben. Ja, ja. Sinds wanneer en hoe zijn jullie bij het schilderen uitgekomen? Nou ja, ook door die oom natuurlijk. Vroeger als kind kwam hij ook veel thuis. En dan zette hij een vaas met bloemen op tafel. En dan zei hij, nou, zitten, hup, tekenen. Mm. Maar ja, goed, dat doe je zoveel keer. Maar wij gingen liever op straat spelen. Ja. Maar hij kwam veel, kwam hij ook eten. En meestal, en dat zat hij aan het hoofd. En mijn vader aan de andere kant. De ouderen namen de plaats in. Mm-hmm. Dan was hij het hoofd. Oké, ja. Nou, bijzonder. Ja. En jullie hebben ook regelmatig exposities? Ja, klopt. Ja, de laatste tijd niet meer natuurlijk. Ja, dat moet nou weer wel even gebeuren. Zo is het toch? Ja, en waar hangen de schilderijen doorgaans? Hebben jullie op een bepaalde plek veel hangen? Nu niet. Nee. Ja, bij familie opgeborgen. Ja, precies. Ja, zat ja. Met verhuizing. En thuis natuurlijk. En een vast atelier of ook thuis? Nee, het zou moeten kunnen. Dat is leuk. Ja, een atelier. We hebben toen wat op de Zeedijk gehad. Dat was leuk. Ja, een popstore was leuk. Ja. Ja, maar ja, goed, je wordt ook een dagje ouder. Dus, dat is ook zo. Ja. En, maar ja, schilderen kan je iedere dag, dat is leuk. Ja, en het zijn ook hele leuke werken. Mooie composities, vond ik. Ja, ja, wij beginnen gewoon. Mm-hmm. Ik ga niet opmeten of zo, we doen gewoon. En dan wordt het altijd wat. Ja. En je schildert er gewoon overheen. Tenminste, zo doen wij het. Ja, heel mooi. Het zijn de mooiste dingen. Zeker weten. En zijn er nog verhalen uit jullie vele boeken waarvan jullie denken van, nou, dat willen we nog voordat zometeen ons tweede uur van deze special voorbij is. Welke verhalen willen we de luisteraars zeker nog laten weten? Ja, Hotel Kees, ik weet dat ze dat kennen. Oh ja. Kloostersburgwal. Ja. Stappen, Koestraat. Oh, Lieke had twee pooiers, dat is toch wat. Oh, dat God. Kan niet in dit nee, dat gebeurt. Tegenwoordig. Ze blijft in het evenwicht. Maar ik heb wel een klein dingetje. Dat wou ik wel. Hoort het plat als het goed lijntje zo. Nou, kom op. Welk verhaal? Ik wou een klein dingetje even zeggen over de vrouwen in het algemeen. Mm-hmm. Dan? Ja. Ja. De vrouwen uit het leven. Het zijn de vrouwen van het leven. Ja, zij zijn de vrouwen uit de Rosse buurt. Zij werkten voor te overleven. Door dik en dun
tippelen in het rossenleven. Veracht min acht, maar ook zo geprezen. Ja, zij werden gekroond door het leven. Dat zijn de vrouwen, ja, de vrouwen uit het rossenleven. Het rossenleven, ja, zij deden het voor te vreten en te kunnen overleven. Dat doen de vrouwen van het rossenleven. Ja, ja, dat is waar. Dat is zo. Zo is dat. Dan gaan we nu weer naar muziek. Kim? Ja, sta maar in. Ja, je moet wel een harde schild hebben als je dat werkt. Verhalen zijn er al zoveel geschreven. Wat de vrouwen uit het leven vaak beleven. Maar luistert u eens goed naar ons verhaal. Wij vertellen u het allemaal. Als de gordijntjes weer gaan sluiten, nou dan gaan we vliegen keer. Iedere klant is tevreden, want ze komen telkens weer. Als de gordijntjes dan weer open gaan, hebben wij het weer gedaan. En is het u dan goed bevallen, kom naar de zusjes op de wallen. Al gaan de jaren voor ons nu wel tellen, toch blijven er nog vaste klanten bellen. Maar we meiden zijn nog lang niet moe. Mannen krijgen nog een toetje toe. Als de gordijntjes weer gaan sluiten, nou dan gaan we vrienden keer. Iedere klant is tevreden, want ze komen telkens weer. Als de gordijntjes dan weer open gaan, hebben wij het weer gedaan. En is het u dan goed bevallen, kom naar de zusjes op de wallen. We nemen drie keer pauze op een dag, voordat de volgende weer mag. Als de gordijntjes weer gaan sluiten, nou dan gaan we vrienden keer. Iedere klant is tevreden, want ze komen telkens weer. Als de gordijntjes dan weer open gaan, hebben wij het weer gedaan. En is de buurt dan goed vervangen, kom naar de zusjes op de wallen. Kom naar de zusjes. Ja, ja, dat was hem. Dit was weer een nummer van Martine en Louise zelf. Ja, natuurlijk. Als de gordijntjes weer gaan sluiten. Ja, maar die moeten open blijven, hè? Vooral op open en dicht. Gewoon open en dicht. Hoppakee. Ja? Ja. Op dat de ballen. Niet in, niet in de fabriek. Nee. 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 Dat niet in de lampenkappenfabriek, zoals nee. Nee. Oh, nou, dat was ook zwaar, hoor, de lampenkappen. Oeh. Zwaar werk, ja. Lijkt en dan ook. In een koude fabriek. Mm-hmm. Smiddels werd het een beetje warm. Stond je echt op een stuk karton, hè? Zo, ja. Ja, de vliegtuigstraat moesten we iedere dag in. Zo. Nou ja, dat was heel gewoon. Gewoon. Een hard bestaan, toch? Ja, niet alleen voor ons, voor allemaal. Ja, ja. Ja. De bonbonsvreter is ook zo leuk. Vertel eens, vertel eens. Bonbons. Oh, wat onleuk. Heerlijk. De bonbonsvreter, Koestraat, Amsterdam. Hij maakte zijn eigen bonbons. Hé, hey Harry, hoe gaat het met je? En jij, Marie, met mij alles goed, zegt Harry. Werk je nog steeds in de banketbakkerij van je vader? Ja, Marie, het bevalt me nog steeds goed. En ik maak zelf verse bonbons. Ik heb voor jou ook een zakje meegenomen. En ook een zakje voor mezelf. Dat wil ik graag samen opeten straks. Ik krijg trek om lekker bonbons te snaaien. Oké, Harry, dan zet ik even een pot thee erbij. Harry ging zijn kleren op de haak, hing zijn kleren op de haak en ik had een sexy kort jurkje aan.
De thee was klaar, dus we gingen gezellig zitten. Harry pakte de bonbons en stopte er een in mijn mond. Heerlijk zeg, het smaakt naar meer. Ik heb ook trek gekregen in bonbons, zei Harry. Wat let je? Je hebt er genoeg, een hele zak vol. Marie, kom ook op bed. Ja, ik kom eraan. Even de theepot opbergen. Ik ging heerlijk ontspannen liggen en Harry met de zak bonbons zei... Ga maar lekker rusten na een dag hard werken. Nou, ik ben benieuwd. Hij stopte bonbons in mijn mond en zei heel langzaam... Opeten hoor, dat is goed. Hij graaide nog een bonbons uit de zak en legde er een op elke borst. Eén op mijn navel en één op mijn borstenpoes. En maar kijken van boven, dan weer naar beneden. Wat een aparte bonbonschaal, Marie. Prachtig zeg, die heeft toch maar niemand. Nee, zo is het toch. Het is maar net wat je ervan maakt. En Harry at één voor één met zijn handen op de rug de bonbons van mijn schaal af. Toen hij bij de laatste kwam, boven de hoesepoes, rolde de bonbons op de hoesepoes. Nou, zei Harry, wat nu, Marie? Vogel jij dat zelf maar uit. Maar geef mij nog eens even zo'n heerlijke bonbon. Ja, dat zal ik doen. Harry stopte de bonbon in mijn mond en ging snuffelend de laatste bonbons van mijn schaal afeten. O, Marie, hij valt van je hoesepoes tussen je dijen. Nou, en Harry, chocoladepoes. Harry, eet hem toch. Lekker hoor. De laatste was net zo lekker als de eerste. Ja, Harry, dat zei ik toch. En wat nu? Ik maak een heerlijke wip tussen je dijen. Wat wil jij? Een staande maakten we een chocoladewip. Harry zei, mijn bonbons zijn gaar. En ook klaar. Bedankt, Marie. Tot ziens. Zullen we niet dat was weer. Ja. Ja, wat een fantasie. Vroeger, dat is toch geweldig. Nee, maar vroeger werd er veel bonbons gegeten. Ja, kwamen ze veel met bonbons. Cadeaus, als er feestdagen waren, als je jarig was. Elke feest werd gevierd op de wallen. Je zag al die mannen, niet alleen voor ons. Al die vrouwen kregen cadeaus, kregen parfums, kregen van alles. Gingen uit eten met ze. Dat pakken ze nou allemaal af. Je werd gewoon in de watten gelegd. Ja, goed verzorgd. En in de chocola. Ja. Algehele verzorging. Ja. Ja, zo is het toch. Ja. Oh, wat bekrompen zijn ze daar, hè. Ja, het is toch wat. Een slapje aan, dat zie ik ook nog. Ja, een sigaar heb je ook. Oh ja. Ja, het is toch wat. Ook. Er zijn nog zoveel leuke verhalen. Wie was Jan Sigaar? Jan Sigaar. Ja. De flapdrol heb je ook. Betaalde liefde. Nou, ik heb nog hier maar betaalde liefde. Zal ik even... Wat is daar mis mee met betaalde liefde? Dus mijn chokkende aasen of welke bekrompen gekke of gek... halen of haalt het in zijn bolle kop... om ook maar het woord of te bedenken... om de mannen die bij de vrouwen... of te meijers, hoeren, prostituees... of wat voor naam je het ook over de hele wereld benoemt... de waanzin, de waanzinnigheid om met elkaar te verzinnen... en een complottheorie te starten... om bekeuringen of bekeuring uit te gaan delen... omdat er voor betaald wordt voor betaalde liefde. Het is het mooiste, het beste systeem wat er is. Als het maar op een goede of eerlijke manier gaat... met twee mensen, zowel voor de mannen als voor de vrouwen. Misbruik het niet... of wat ze niet moeten doen van de overheid of allerlei instellingen... of met geloven te gaan dreigen met de hel... als je dit of dat fout doet in hun ogen. Nou, ik kan je zeggen dat er nog steeds in de jaren 2014 heel veel mis is. 14, vooral 24. Lang geleden. Nee, of ja, nu ook. Bij al die onwetende bedweters die voor bij voorbaat blijven ouwe hoeren... als een kip zonder kop. En de werkelijke gang van zaken niet onder ogen willen zien. Jammer, hoe stom kan je wezen? Hou op met dat misselijke gezeur en bekennen jullie nou eens eindelijk kleur. Martine en Louise. Ja, dat is nu nog in 2024. Mm-hmm. Nou, zo is dat. Het zo is dat. Wat, hè? Ja. Ja, gaf het maar wat. Ja. Dan had je wat. Ja. Dan had je wat. Ja. Wat ontzettend veel verhalen deze avond. Ja. Oh, we hebben al zeker. Bijna een, we kunnen doorgaan. Een hele rijke twee uur gevuld. We kunnen het al de hele avond doorgaan hier eigenlijk. Ja, ik heb al aantekeningen gemaakt. Dat schiet je witte binnen.
Ja, want de tijd gaat zo snel. En hoeveel... Ja. Hoeveel hebben we nog? Gaat zo ja, we hebben nog 5 minuten. Oh jee. Nou, dan gaan we zo meteen over naar het laatste nummer. Maar jullie vertelden... Onze ouders die zijn opgegroeid... In de Jordaan. In de Jordaan. Geboren in de Jordaan, onder de Westertoren. Ja, moeder in de Rozenstraat en vader tegenover de Westertoren... in een keldertje geboren. Maar luister nou, ja. De laatste jaren waren ze in Almere... en dan gingen ze, ze hadden zoveel heimwee... gingen ze zeker 1 keer in de week, tot zolang het kon... naar Amsterdam, naar de Westertoren... en dan gingen ze samen zingen. Hmm. Ja, ja, zoveel heimwee hadden ze over de Westertoren. En ze blijven terugkomen. Ze bleven terugkomen. Ja, ja. Ja, ja, deed het zolang ze konden, ja. Ja. Hmm. Ja. Dat was hun, ja, met z'n tweeën deelden ze dat. Ja. Bijzonder. Dat was mooi, ja. Ja. Dus ze moeten van die Westertoren afblijven. We gaan ervoor. Dat zou wel. We gaan afsluiten. Ja, ja, Martine en Louise, heel fijn dat jullie bij ons in de studio waren, bij RTV Seaport. Yes. Dank voor het delen van jullie hele bijzondere leven. Ja. En wat ons betreft voor nog eens. Ja, ja, natuurlijk. En we kregen veel reacties van luisteraars, maar we gaan eruit met jullie Johnny Jordaan, de mooie oude Wester. Ja, ja, geweldig. Luisteraars bedankt en tot een volgende special. Dank jullie wel. Okay. O Wester, jij brengt mij in vuur en vlam. Als ik jouw klokken hoor slaan. Want jij bent de parel van Oud-Amsterdam. En de parel van onze Jordaan. Nou, de rest mogen we overlaten. Nou, de rest komt volgende keer weer. Mijn hart, ja, mijn hart ligt ook in de Jordaan. Ja. Zo is het toch? Dat is waar. Maar nu laat het aan Johnny Jordaan over. Ja. Maar waar ik ook kom op de aarde, al is het hier ver ook vandaan, daar zal ik ze van jou vertellen, van die mooie, die fijne Jordaan. Aan de voet van die mooie Wester heb ik vaak in gedachten gestaan. Ik heb er dikwijls staan te dromen van die mooie, die fijne Jordaan. Ik droom van de bruggen en grachten, de graniums edel van kleur, de porder in donkere nachten, de schille van jovel van geur. Ik hoor ze nog schreeuwen, die knapen, van mosselen fijn in het vuur. Het water dat loopt langs mijn tanden en mijn hartje geraakte vol vuur. Aan de voet van die mooie Wester heb ik vaak in gedachten gestaan.